In het noordoostelijke deel van Apeldoorn ligt de wijk Zevenhuizen. Een wijk met 15.000 inwoners, opgedeeld in de buurten Anklaar, Sprenkelaar, Sluizoord en De Meen. Zevenhuizen werd gebouwd in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Om de wijk aantrekkelijk te houden, moeten woningen en leefomgeving worden opgeknapt. Daarom lanceerde de gemeente Apeldoorn in 2002 het wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen. De kracht van het plan ligt in de integrale benadering, het combineren van sociale en fysieke maatregelen. De gemeente ging met corporaties en andere partners aan de slag om het plan uit te voeren. Sloop, nieuwbouw en renovatie gingen hand in hand met vele activiteiten waarin de wijkbewoners van meet af aan de hoofdrol speelden. Het gebruik maken van de kracht en kwaliteiten van de bewoners was het belangrijkste uitgangspunt van het wijkontwikkelingsplan. Zevenhuizen is een gemeenschap van diverse culturen, religies en nationaliteiten. Kortom, Zevenhuizen heeft kleur. Van onze redacties in Apeldoorn, Doetinchem, Arnhem, Nijmegen en Tiel is dit TV Gelderland Nieuws. De Bijlmer van Apeldoorn gaat tegen de vlakte. De flats in de wijk Zevenhuizen moeten weg om verloedering tegen te gaan. De flats zijn niet meer van deze tijd en de wijk is sowieso toe aan een kwaliteitsimpuls. Zevenhuizen was een wijk waar de meeste mensen redelijk prettig woonden, maar die buiten de wijk toch niet zo goed bekend stond. Er was toch wel sprake van overlast, met name in bepaalde hoogbouwflats. En dat is de afgelopen jaren behoorlijk ten goede, mag ik wel zeggen, veranderd. Al snel werd duidelijk dat een deel van de woningen moest worden vervangen. In Anklaar worden 5 hoge galerijflats gesloopt en 1 krijgt een volledige metamorfose. Alle bewoners moeten verhuizen. 2 verslaggevers van Omroep Gelderland maakten een programma vanuit de wijk. U ziet het hier achter mij, de flat De Sperwer is bijna helemaal verdwenen. En ook de andere flats hier aan de Tannhausenstraat in Zevenhuizen worden gesloopt. Wat heeft dit nou voor gevolgen voor zo'n buurt? En wat doet het eigenlijk met oud-bewoners die hier jarenlang hebben gewoond? Het is toch zoveel jaren van je leven die je dus echt toch plat ziet gaan nu. Ik vind aan de ene kant, ja, ik zeg het is jammer, maar het is toch ook wel een beter voor de wijk. Het voordeel klinkt heel bot, maar het voordeel van sloopnieuwbouw is dat je bij iedereen binnenkomt. Want iemand wil wel met jou in gesprek. Want hij moet zijn huis uit. Dus hij moet met jou een afspraak maken over herhuisvesting. Over het financiële budget wat hij daarvoor meekrijgt. Want dat hangt daar ook aan vast. In feite hebben we het over een herstructurering van buurten in Zevenhuizen. En de kracht van de manier waarop we dat daar gedaan hebben met heel veel partners samen, is dat we niet alleen in stenen hebben gedacht, maar ook juist in mensen hebben gedacht. Want je kunt stenen, je kunt gebouwen slopen of herbouwen of nieuwbouwen. Maar het gaat vooral om de mensen die daar wonen. Hoe begeleid je nou die mensen? Dat zij weer op een goede manier in een al of niet een nieuwe flat of een nieuwe buurt kunnen gaan wonen. En dat is met name de kern van het sociaal programma geweest. Leuk is het niet, maar ja, je moet gewoon, hè, erom. En ik ben het ook met mijn man eens wat hij zei van, het zal een hele andere wijk worden. En hopen dat het ja, toch een beetje positiever karakter krijgt, laat ik het zo zeggen, ja. Anklaar heeft ons huis als grootste huisvester, Gentiaan inderdaad de woonmensen en Sprenkelaar de goede woning. Alle 3 de corporaties zijn ontzettend nauw betrokken geweest in de afgelopen jaren bij de ontwikkelingen en hebben daar zelf ontzettend hard aan meegewerkt. Een project dat speciaal voor de bewoners in het leven werd geroepen is de klussendienst, in 2006 van start gegaan in Anklaar. De bedoeling was dat bewoners werden geholpen bij hun verhuizing uit de te slopen flats. Nadat die klus was geklaard, verhuisde de klussenruimte naar de Gentiaanstraat in Sluizoord, waar 3 hoogbouwflats werden gerenoveerd. Zo. De mannen hielpen de bewoners met kleine klussen voor en na de renovatie van hun woning. Zo. Nou, ik ben Harry Kepers. Ik word binnenkort 62 jaar. We hebben met 3 mannen hier gezeten. Dat is nu 5 jaar. Doen we dit nou wel? Ik ben Karel. En ik ben hier vrijwilliger, 4 dagen in de week, van 's morgens 7:30 tot 's middags 4:00. En dan gaan we op klus. Ik ga meestal met Harry mee op klus en eentje blijft er dan hier voor de fietsen. Kom uit. Ja, die haal ik eruit. Ja? Ja, ja, ja. Ja? Ja. Hoe past het? Ah. Ja. Zo. Tegen de tafel aan.
De gedwongen verhuizing bood de gelegenheid om intensief met de bewoners in gesprek te gaan. Daarbij kwamen problemen, maar ook kansen goed in beeld. Wat dat heeft opgeleverd is dat we echt daadwerkelijk gewoon geld bij mensen, nou, wat nog op de plank, wat we het noemen dan op de plank liggen, wat mensen gewoon nu niet aanvroegen. Ja, daar hebben we mensen op gewezen en ook mee geholpen om dat aan te vragen, zodat ze daadwerkelijk die gaten gerepareerd hebben. Dus je zit er bovenop met frontliners vanuit al die organisaties. Daar worden gezinnen gemeld, waar sprake is van multiproblematiek. En daar wordt direct een afspraak gemaakt over, oké, wat gaan we hier doen? Je moet mensen gewoon de feiten drukken. Ja, wat wil je? Hè? Wat kun je zelf ook? Hè? Niet, ik doe voor jou en je vertelt dat gewoon en wij gaan er voor jou neer gaan zetten. Nee, dat deden we niet. Wij deden gewoon gezamenlijk. Wat wil je zelf in de wijk veranderen? Dus dat je dingen niet moet overnemen van burgers, van mensen, maar dat je eigenlijk naast mensen moet gaan staan en vooral tegen mensen moet zeggen, nou ja, hoe had je zelf gedacht te willen doen? Dat is een manier waarop je in je sociaal beleid duurzaam iets kunt veranderen. Ik denk dat we in Zevenhuizen, in de aanpak daar, duurzaam iets veranderd hebben. In Zevenhuizen hebben de afgelopen jaren een bonte verzameling van bruisende activiteiten plaatsgevonden die de leefbaarheid zichtbaar hebben verbeterd. Daarbij nemen de bewoners een centrale plaats in. Op wijkavonden zijn bewoners gestimuleerd om zelf met ideeën te komen. En ook de uitvoering daarna lag in hun handen, waar nodig met ondersteuning van professionals. Ik denk dat mensen elkaar nodig hebben. Dat mensen ook in de buurt elkaar nodig hebben. Ik sprak laatst nog iemand, hadden we het over, van, ja, over buren, over vrienden. En hij zei, ja, eigenlijk heb je buren. Als je naarmate je ouder wordt, buren harder nodig dan vrienden. Dus het is ook belangrijk dat je in een buurt woont waar men je kent, waar men dingetjes voor je op kan vangen. Ook misschien niet van die hele diepgaande relaties te zijn, maar voor de dagelijkse dingen, dagelijkse beslommeringen, dagelijkse opvang. Dat je een klein beetje weet van wie je buurman, buurvrouw is. Dat is niet verkeerd. En dat kunnen dit soort dagen goed aan helpen. Ik herinner me dat mensen elkaar nauwelijks groeten. Hè? Dus, het zijn periodes dat, en dat er ook eens wel, vaak wat sneuvelde. Nou, de laatste jaren is dat gewoon heel stuk beter geworden. En buurtpreventies zijn opgezet. Ik vind dat in ieder geval de sfeer aanzienlijk beter is geworden. Nou, ik hoorde muziek en ik hoorde van de andere buren dat de burendag was. En daar denk ik, ga eens even kijken. Okay. En dan kom je mensen tegen die anders, ja, die zie je dan niet en dan wel. Dus je leert elkaar beter kennen. Dus ik vind dat wel heel mooi. Initiatieven van burgers werden gestimuleerd, mits ze de organisatie zelf ter hand namen. Zo is het gelukt om veel bewoners te betrekken bij hun wijk. In Gentiaan is ook een tijd een actiegroep geweest van bewoners die iedere maand een deel van de openbare ruimte gingen schoonhouden. Nou, dat vinden we een heel mooi initiatief. Als gemeente hebben we een basisniveau waarop we de buurt onderhouden. Een aantal bewoners zeggen, nou, dat vinden we eigenlijk te weinig, we moeten wat netter. Nou, dat is prima, ga je gang. En dan zorgen wij voor wat gereedschap, voor die tangetjes om die rommel eruit te halen, wat vuilniszakken en de boel om weer af te voeren. Dus in die zin bieden we ondersteuning en stimuleren op die manier dat bewoners zelf het heft in eigen handen nemen. In de zomer van 2007 is de eerste Gentiaan in actie van start gegaan. Een feest met en voor de buurt. In de jaren daarna heeft een groep actieve buurtbewoners de schouders onder de organisatie gezet. Wat leidde tot het Gentiaan zomerevent. Ieder jaar was er wel iets te vieren. Een nieuw speeltoestel, een scoutinggebouw en in 2011 een opgeknapte sportvoorziening. Ik probeer zoveel mogelijk te coördineren. We hebben voor deze dag 4 coördinatoren die dus elk een deel van de organisatie onder zich nemen om te kijken of alles goed loopt. En het zomerevent wordt georganiseerd door de buurtbewoners. En dus het is eigenlijk van de buurtbewoners voor de buurtbewoners. Het hoofddoel is gewoon dat de leefbaarheid van de wijk verbeterd wordt. En een van de dingen is dat dus men elkaar leert ontmoeten. En kennis maakt met elkaar en afspraken maakt met elkaar. Waar je dus het komende jaar zeg maar weer mee verder kunt. En voor de werkgroep van de GZT is het natuurlijk ook belangrijk dat er een aantal vrijwilligers zijn die voor volgend jaar weer gaan meehelpen. En zo kunnen we eigenlijk het feest elk jaar organiseren.
ik denk dat er een groter beroep gedaan kan worden op de samenleving om voor elkaar te zorgen. Dat is op dit moment heel erg in discussie, omdat het ook wel zal moeten als gevolg van de bezuinigingen. Maar ik heb afgelopen jaren meegemaakt dat mensen het ook heel fijn vinden wanneer soms beroep op hen gedaan wordt. Maar de bewoners hebben ze wel een steuning nodig. Bewoners hebben zij duwtje nodig. Ik geef je een voorbeeld. Als twee bewoners ruzie hebben en dan zitten ze wel in dezelfde werkgroep. En als je geen ondersteuner of professionele hulp niet hebt, dan gaat dat nooit goed komen. Die zit vast. Ja. Tjongejonge duivel. Daarom heb ik ook de hulp van u en uw collega ingeroepen. Ja, ik heb het in de gaten. Moet die daarin? Ja. Want daar heb ik alles aan gepast. Op het zeiltje? Ja. De ontwikkeling van de wijk gaat door, maar de klussendienst heeft zijn nut bewezen. Medio 2011 werd het project beëindigd. En zo zie je, zo helpen we de mensen allemaal in de flat een handje. Van de wal in de sloot. Je vindt het wel jammer dat we weggaan, of niet? Jazeker, ja. Ja, maar ja. Ik heb die prima naar mijn zin gehad. Ik heb het met plezier gedaan. Ja, het is mijn lust en mijn leven dit, hè. Echt waar. Ik ging hier altijd met plezier heen, nooit met tegenzin. Nou ja, het is hartstikke leuk werk ook, hè. De mensen helpen en de mensen zijn altijd blij. En, ja, die vinden dat prima. Ja. Over een paar weken een mooie fietspomp kopen. Dan scheiden we mee uit hier. Weet je dat? Zo, kun jij weer fietsen. Doei! Ik vond het ontzettend leuk om mee te maken dat zo'n wijk stapje voor stapje eigenlijk zo'n verbetering doormaakt. Dat ik die passie eigenlijk bij heel veel mede-collega's openmerk. Van, nou, er wordt hier iets heel moois gebouwd. En dat zorgde ervoor dat er eigenlijk organisatorisch dat het best wel meeviel. Dat het een kwestie was van heel veel warm naar elkaar overdragen, goede afstemming naar elkaar en vooral vertrouwen ook hebben in elkaar. En dus dat bredere buiten je organisatie denken. Dit is de familie Brander. Ze wonen al 39 jaar in Zevenhuizen en moesten zelf ook verhuizen. Nu hebben ze een nieuw appartement op 10 hoog in de flat Nocturne. Nou, in het begin dachten we zoiets van, waar beginnen ze aan? Dat vond je niet nodig, weet je, je woonde goed en... Maar nou, achteraf zeg je toch, ja, het is toch wel, de wijk is wel opgeknapt. De wijk is opgeknapt, de flats waren dus echt aan vernieuwing toe. Aan vernieuwing toe, ja. In het begin was het wel even wennen, maar toen ik een keer gezetteld was, ja, ik had best aan mijn zin hier, dus... Het ergste vond ik eigenlijk dat ze, toen we hoorden dat ze die flats af gingen breken, dat we moesten verhuizen. Ja, en dan wist ik echt niet waar ik naartoe zou, hoor, dat wist ik niet. Waar ik naartoe wilde. Maar ja, toen later bleek dat deze bleef staan. Ik zei, nou, daar konden we ons voor inschrijven. En dat hebben we toen gedaan. En ja, echt geen spijt gehad. Uiteindelijk denk ik dat het grootste doel is wat je moet nastreven, is dat die bewoners er zelf meer vertrouwen in hebben. Ze hebben meer vertrouwen in zichzelf, in dat hun eigen leven verbeterd wordt. En ze hebben meer vertrouwen in dat hun buurt beter gaat worden. En als mensen vertrouwen erin hebben dat het beter wordt, ja, dan kun je dingen gaan veranderen. Een van de grootste successen is dat de leefbaarheidsscores in Zevenhuizen de afgelopen jaren stevig zijn verbeterd. En zelfs zijn opgeklommen naar het Apeldoornse gemiddelde. Ja, ik vind dat je best mag zeggen dat Zevenhuizen gewoon een wijk is. Dat stigma van een achterstandswijk of zo. Zevenhuizen is gewoon een prima plek om te wonen. Het wijkontwikkelingsplan heeft gewerkt. Door het opknappen van de buurten samen met een grote inzet van bewoners blijft Zevenhuizen een aantrekkelijke wijk om te wonen. Zevenhuizen is een wijk waar ambities en samenwerking hand in hand gaan. Een wijk om in te wonen. Een wijk om in te leven.